Ja, Jan Schepping, mede-organisator van de Grand Fondo Nijverdal Hellendoorn. Ja. Een volle bak hier, trots? Ja, we zijn best trots op het resultaat. Ik kan niet anders zeggen. Als je om je heen kijkt, mensen zijn allemaal erg positief en blij verrast. Dus sport verbindt, dat zie je maar weer. Ja, ja. Ja, veel enthousiaste reacties ontvangen al? Heel veel, ja. En wat ook erg mooi is, dat we het bedrijfsleven heeft ons ook ontzettend geholpen. En zonder sponsors kan dat ook niet. Maar je ziet ook dat het bedrijfsleven zo gauw het over sport gaat, wielersport in dit geval in het bijzonder. Dat is ook een beetje verbinden met elkaar. En daar vind je elkaar op een hele bijzondere manier. Ja, het is erg leuk om dat mee te maken. Ja. Ja, Nijverdal Hellendoorn, een bijzondere wielergemeenschap kunnen we wel zeggen. Waarom nu pas eigenlijk zo'n groot meerdaags evenement? Dat had er eigenlijk veel eerder moeten zijn, of niet? We waren allemaal te druk met andere dingen. Nee, ja, inderdaad, je hebt gelijk. Maar op een gegeven moment, soms vallen dingen in één keer, een puzzel valt in elkaar. Dan heb je met elkaar een beetje tijd voor vrijgemaakt. Dat moet dan ook. Hè, want je kan niet dit even in een paar dagen doen of in een paar weken. Dus we moesten ook echt even tijd voor inruimen allemaal. En dan moet je de agenda's eventjes naast elkaar leggen. En het is er nu van gekomen. En we hopen volgend jaar weer. Hoe gaan jullie de komende dagen in? Want het zal nog wel druk worden, denk ik. We gaan sowieso morgenavond en vrijdagavond hebben we ook nog een speciale voorstelling van De Muur on Tour. Dat is hier in het lokale Zin-In Theater. Dat is een theaterstuk over wielersport. Met ook allerlei bekende mensen die daaraan meedoen. Jos Lammerting, Henny Kuiper. Ook bekende schrijvers. Bert Wagendorp, die de Mont Ventoux film gemaakt heeft enzovoort. Iedereen die een beetje liefhebber is van wielersport moet daar zeker bij zijn geweest. Want het is echt heel erg leuk om te zien. Ja.